Welkom bij Arnhem Report op Reces Met. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Tijdens deze serie spreek ik met alle Arnhemse raadsfracties in de Eusebiuskerk. Vandaag fractievoorzitter Leo de Groot van de Partij voor de Dieren. Hoe is zijn partij bezig om een gezonde toekomst veilig te stellen voor de volgende generaties? Nou, goedemiddag, jullie met Leo de Groot, fractievoorzitter Partij voor de Dieren, voor het tweede seizoen alweer van Opreces Met. Vorig jaar spraken we elkaar ook en dit jaar ook weer even kijken wat het afgelopen jaar gebeurd is en het aankomende jaar staat te gebeuren. Maar allereerst, op een gegeven moment, uw zoon was geslaagd voor in ieder geval een onderdeel van zijn staatsexamen wat hij gedaan had. Ja. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Maatschappijleer volgens mij was het. Ja, hij heeft de mondeling maatschappijleer gehad en Ik hoor net dat hij een 6 heeft, dus dat is voldoende, mooi. Toch? Dus dat is een eerste stap. Ja, misschien wel even, u vertelde mij iets over de onderwijsvorm waar hij aan deelneemt op dit moment. Misschien is het interessant om daar even iets over te vertellen, want dat is wel een bijzonder soort school waar u zo op zit. Ja, dat is de reden ook dat hij staatsexamen doet. Ja. Hij zit op de democratische school, die zit in Driel, de Vallei. Mm-hmm. En daar volgt hij onderwijs, maar daar hebben ze geen reguliere examens. Mm-hmm. Dus als je dan een examen wil halen of een diploma wil halen, dan moet je dat via staatsexamens doen. Ja, of via een andere school. Ja, precies. En hoe kenmerkt die democratische school zich? Hij is democratisch in die zin dat de leerlingen zelf bepalen wat ze leren en hoe ze dat leren. Ja. Wel in samenspraak natuurlijk met de leraren. Mm-hmm. Maar ook met elkaar. Dus het kan zijn dat er groepsonderwijs plaatsvindt of practicum. En dat kinderen en de leerlingen daar zelf voor kiezen om een bepaald thema te behandelen. Veel verantwoordelijkheid bij de leerlingen eigenlijk. Ja. En dat werkt in uw ogen? Dat werkt in die zin al heel goed, omdat ze daarmee leren die verantwoordelijkheid te nemen. Mm-hmm. Ja, en het is als je ook, ik noem het vaak ook als ik kijk naar de politiek, dat je eigenlijk zit met een groep mensen die allemaal andere belangen hebben en iets anders willen, waarbij het ontzettend moeilijk is om eenheid te vinden. Soms willen alle groepen hetzelfde, maar dan komen ze er alsnog niet uit omdat de vorm niet goed is, omdat het geld niet van de juiste plek komt. En dan wordt er iets weggestemd waar iedereen eigenlijk voor is. Als je dat dan vergelijkt met zo'n school waarbij leerlingen ook allemaal andere belangen hebben en zijn pubers, dus die hebben vaak ook vanuit zichzelf wat meer die zijn iets egocentrischer normaal gesproken. Mm-hmm. En dan zie je dat die er ook allemaal uitkomen. Ja. Dus die kunnen samen oplossingen bedenken voor problemen. Die kunnen samen kiezen voor iets waar de ene tegen is en de ander voor is. Ja, je legt zelf een brugje naar de politiek al. Misschien kan de Arnhemse politiek er wel iets van leren. Daar kan de Arnhemse politiek zeker wat van leren. Maar sowieso mensen in het algemeen. Okay. Mensen kijken te veel naar zichzelf. Ja. Van wat is mijn belang? Mm-hmm. En dat is ook wat mij bindt met de Partij voor de Dieren. Ja. Dit is een partij die niet opkomt voor degene waarop die erop stemt. Mm-hmm. Dat was het eerste wat mij dus opviel bij zo'n Partij voor de Dieren. Hey, wacht eens even, het is niet een partij voor mensen zoals Leo de Groot. Nee, het is een partij voor degene die het echt nodig hebben om zorg voor te dragen. Ja, okay. Ik ga zo zeker nog veel over politiek praten. We gaan even beginnen met, het is ook recesperiode, vakantie. Hoe ziet dat er voor u uit? Wat doet u in deze periode nou even misschien iets minder met politiek bezig bent? Ja, ik ben echt ook bewust wel wat minder met politiek bezig. Dat moet, want je houdt het niet. Er zijn mensen die het misschien wel volhouden. Ja. Ik blijf me ook verdiepen in de politiek. Dus ik volg alles natuurlijk. Mm-hmm. Ik kijk of er thema's zijn en als er iets speelt, dan ga je daar toch wat mee doen. Maar het draait wel op een lager pitje en dat is ook heel belangrijk. Is ook heel belangrijk. Ja. Oké. Okay. En wat zijn dingen die u dan zo doet om even die afstand te nemen of misschien wat ontspannen? Of hoe ziet dat er dan uit? Ik heb nu dus tijd voor dingen waar ik normaal gesproken niet aan toe kom. Nee. En dat klinkt wel heel raar. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je niet meer, als je vakantie hebt, dan kun je eindelijk een keer een dagje uit daar naartoe of een museum bekijken. Ik ben dan 4 dagen naar Berlijn geweest. Oh, dat was anders niet gelukt. Nee. Dus, leuk. En wat doet u dan? Gewoon een stad bekijken? Of? Ja, een stad bekijken. Een rondleiding gehad daar. Mm-hmm. We hebben gegeten op plekken waar je normaal niet eet. Mm-hmm.
Ja. En, was je met de kinderen? Ja. 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 Oh, ja. Ja. Oké. Even stedentripje, zo privé dingen, hobby's of zaken die u dan even tijd voor besteedt? Of... Nou, nu naast de stedentrip? Of... Ja, wat doet u met dat zegt? Nou, ik zoek even ontspanning op, zeg maar. Wat gaat ja, u dan, ik heb misschien wat makkelijker tijd om even ergens naartoe te fietsen en ergens rustig te gaan zitten. Ja, oké. Okay. En uw werk, politiek in Arnhem is natuurlijk geen fulltime baan. Wat doet u verder daarnaast? Ik werk gewoon fulltime. Okay. Het is zo goed als fulltime, zeg maar. Ja. Bij de ANWB. En dat zijn wisselende diensten. Dus ik werk soms avonden en soms ochtenden. Oh, ja. Heel zelden heb ik een dienst overdag. Mm-hmm. En dan ben ik planner, dus ik stuur de wegenwachten naar de pechgevallen die er zijn. Dat stuurt u aan. Ja, oké. Okay. Dat bevalt, dat is goed te combineren met de politiek? Ik vind het superleuk. Ja? Ja, het is echt superleuk. Het is echt werk dat ik ik heb daar echt voor gekozen. Ja, maar toch dus voor zo'n fulltime baan, kinderen nog, politiek wat natuurlijk een nodige tijd kost... Dat is wel een druk bestaan, ik kan me voorstellen, zo buiten het recessie. Ja, normaal, daarom moet ik ook altijd wel, waar heb je nu allemaal tijd voor? Ja, natuurlijk is het hartstikke druk, mm-hmm. maar je doet alles met plezier. Ja. En dat maakt al heel veel uit. Ja, zeker. Mijn werk voelt ook niet echt als ik moet naar mijn werk. En ik zou het bij wijze van spreken ook doen zonder salaris. Ja. Alleen, dat kan natuurlijk niet. Nee. Maar voor de politiek geldt dat ook. Dat geldt voor alles. Ja. Dus wat dat betreft pleit ik voor een basisinkomen. Ja, precies. Dan kunnen mensen gewoon al die dingen doen die ze leuk en nuttig vinden. Heel veel mee verdiend hoeft te worden. Dat zou een goed idee vinden, basisinkomen? Ik vind het een heel goed idee, ja. Denk ik ook dat we daar op lokaal niveau iets mee kunnen? Of is dat echt iets wat we nationaal zouden moeten invoeren? Ja, zeker. Invoeren? Kun je daar lokaal wat mee? Ja. We zouden daar in ieder geval een proef mee kunnen doen. Dus wat we ook voorgesteld hebben een paar jaar geleden. Mm-hmm. Om daarvoor in te schrijven. Mm-hmm. En dat was dan niet het basisinkomen zoals het hoort. Maar mm-hmm. dat was meer de controle op de bijstand weghalen. Zodat mensen ook een beetje het gevoel krijgen van ik hoef niet... Ik heb die druk niet, maar ik wil wel. Want als je niet hoeft, dan wordt de wil vanzelf groter. En het is dat de bijstand een soort van basis is. Dan leg ik weer de link terug naar die school. Mm. Want dat werkt bij die school dus ook. Als je bij die school binnenkomt en je zegt van ik wil de hele dag video's kijken, dan kan dat. Ja, ja. En dat, sterker nog, het wordt er ook niet gezegd van nou zou je niet onderhand eens een keer beginnen. Mm-hmm. Nee, het wordt gewoon gestimuleerd ook om een tijdje niks te doen. Ja. Zodat je vanzelf die behoefte krijgt. Om dingen te doen. Doen. En, en dan zie je dat bij kinderen, maar ook bij volwassenen werkt het niet anders. Die intrinsieke behoefte om iets te doen, iets te betekenen, jezelf te ontwikkelen, die is er gewoon. Ja. Dus daar moet je mensen de gelegenheid toe geven. Dus als je ze maar blijft lastigvallen met allemaal formulieren en dingen invullen en verplichte arbeid of weet ik van wat, daar worden mensen gewoon echt niet beter van. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje discussie daarin. Hè? Van mensen aan het werk helpen, dat ze bijdragen. Het is een beetje hoe je tegen mensen aankijkt, denk ik. Hè? Van, willen mensen wel of willen mensen niet? Hè? Dat is, wat is ook een bijdrage? Want een heleboel mensen die leveren geen betaald werk. Die leveren wel een hele grote bijdrage. Die doen of vrijwilligerswerk of voor mijn part doen ze mantelzorg of houden ze hun eigen huis schoon. Ja. Of het vegen het stoepje. Ja. Het is allemaal nuttig werk. Mm-hmm. En daar tegenover staat heel veel betaald werk dat zwaar overschat wordt. Want daar het nut van is. Ja. Want het meeste betaalde werk is helemaal niet nuttig. Nee, en dat durf ik echt te zeggen, het meeste betaalde werk is niet nuttig. Ja. Oké. Okay. Maar je zou er lokaal wel inderdaad een proef mee doen, maar ik zou het lef hebben om dat gewoon in te voeren. Ja. En dan gewoon ook landelijk in te voeren. Maar in de vorm dat je zegt van nou, mensen met een bijstand hoeven in principe, gaan we niet meer achter de broek aan zitten. Dus dat sowieso. Hebben. Ik vind sowieso dat iedereen dat dient te krijgen. En dan zou je dat basisinkomen kunnen noemen. Ja. En dan gaan mensen vanzelf zichzelf nuttig maken. Ja. Dat is gewoon bewezen ook. Ja. Nou, interessant gedacht. Is er nog waar nog voor gaat vechten komende jaar? Of, dit zijn dan dingen, daar past een goede timing bij. Ja, als je daar nu mee komt en je komt met zo'n voorstel, dan schrikken mensen en die zeggen van ja, dat kan niet, hoe gaan we dat uitvoeren en zo. Ja.
Dus je moet daar niet in voorop... in gedachten moet je wel voorop lopen, maar je moet niet, de timing daarin is heel belangrijk. Ik wil graag meedoen met een initiatief in die richting, maar het is wel wat om daar nou een initiatiefvoorstel voor in te dienen. Ja. Ja. Ook omdat er nog steeds, dat die proef met basis of met sociale bijstand, dat is nog een thema dat nog steeds speelt. Ja. En er worden nog steeds experimenten gedaan. Dus. Als je nou even terugkijkt op het afgelopen jaar en u zou wat dingen moeten benoemen waar u zegt van nou daar ben ik trots op. Wat heeft de Arnhemse politiek afgelopen jaar goed gedaan? Ik ben heel slecht in trots zijn hoor. Okay, ik was net even trots op mijn zoontje. Maar, voor mezelf is dat wat lastiger. Yeah. Waar ik trots op ben, we zijn volgens mij allemaal mensen met een, dat merk ik in de raadzaal ook wel, ik kan wel zeggen dat de bedoeling die de mensen hebben, dat die echt goed is. Mm-hmm. Dus ook al hebben mensen een andere mening, ze doen dat wel met oprecht vanuit die mening. Intentie is goed, van alle raadsleden. Ja, op zo'n manier je inzetten voor de maatschappij om echt te proberen deze te verbeteren. Mm-hmm. Dat is altijd goed. Zijn er ook een aantal mooie resultaten uitgekomen dit jaar? Zeg van, nou, daar hebben we toch iets betekend voor de Arnhemse burger? Voor de Partij voor de Dieren zelf vind ik het leuk dat de dierenwelzijn wat meer op de kaart gekomen is. Mm-hmm. We hebben daar, in het verleden hebben we daar wat initiatieven voor gehad. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor dierenartskosten voor minima. En daar zie je dat de nieuwe wethouder dat heeft opgepakt. Mm-hmm. Dat is natuurlijk iets moois. Ja. Dierenwelzijnbeleid in het algemeen, maar ook de manier waarop de discussie rondom bomen speelt. Mm-hmm. Daar ben ik dan weer niet helemaal trots op hoe dat allemaal loopt. Is allemaal moeizaam, maar je ziet dat het thema wel breed opgepakt wordt. Waar bent u niet trots op? Misschien kun je dat thema even oppakken. Het was zoals kapvergunningen, die is afgeschaft. En nu loopt er eigenlijk een discussie om nieuw bomenbeleid te creëren. Ja. En het thema leeft ook wel, omdat er ook met name veel actiegroepen zijn die daar natuurlijk veel aandacht voor vragen. Ja. Hoe kijkt u tegen dat proces aan? Ja, heel goed. Dat proces daar is. Ja. De wijze waarop het gegaan is, is niet altijd even... Ja, soms lijkt het ook al wel alsof we dat moeten doen omdat de burgers erom vragen. Ja. Maar ik vind eigenlijk had het veel meer vanuit de intrinsieke behoefte van politici zelf moeten zijn. Eigenlijk moeten wij als politici beseffen dat bomen en groen in de stad, dat essentieel is. Mm-hmm. En dat je niet iets, dat het is niet iets wat leuk is of mooi is of zo, maar het levert aan alle kanten wat op. Hè? Ja, stoppen geld in de gezondheidszorg, ik zeg plant een boom. Ja. We stoppen geld in om wegen te repareren omdat het te warm is, zodat het asfalt smelt. Ja. Ik zeg plant een boom. Ja. Hè? We hebben vuile lucht, door te veel uitstoot, we moeten minder auto's gaan rijden. Ik zeg plant een boom. Voor heel veel dingen een oplossing. Nee, het is voor eigenlijk, als je het heel erg sec bekijkt, is natuur de oplossing voor alles. Want in feite regelt de natuur zo goed als perfect het evenwicht ook van mensen. Ja, ik heb ook nog even teruggeluisterd naar een gesprek ook van vorig jaar wat we hadden. Toen zeiden we eigenlijk ook al van, we hebben zo'n klimaatfonds in Arnhem, 10 miljoen, daar was in ieder geval met name GroenLinks ook erg trots op. Ja. Eigenlijk is het gewoon nog heel beperkt. Hè, dat is eigenlijk heel weinig. Ja, ja. Het is eigenlijk bijna, er moeten miljarden in. Maar dat hebben we natuurlijk... Ja, miljarden hebben we natuurlijk niet als gemeente. Het gaat altijd om geld. Hè? Ja. Moeten we veel minder denken in termen van geld. Mm-hmm. We moeten niet vanuit een begroting kijken hoeveel geld hebben we om een probleem op te lossen. Mm-hmm. We moeten kijken welke intentie hebben wij om een probleem op te willen lossen. Ja. En gaan we dat doen? Ja. En dan zie je dat een land als Ethiopië, dat die, 350 miljoen bomen plant of zo, Hoe doen ze dat? Ja. Is dat het rijkste land van de wereld of zo? Nee, ik vond dat heel bizar. Weet je hoeveel geld het kost hier om een boom te planten? We moeten het gewoon doen. Ja. We moeten daar niet over praten hoeveel geld dat kost. Maar ik snap dat u dat heel graag wil, maar er zit aan alles toch altijd toch wel een kostenplaatje, hoe vervelend ook. Toch? Nee, dat is niet waar. Nee? Nee, en dan denk je ook weer, heel veel is gewoon intentie. Dus als je een bos aan wil leggen, dan zitten daar toch kosten aan? Dan moet je mensen betalen. Ik denk het niet. Weet je waarom er kosten aan zitten? Omdat je een stuk grond hebt. Dat grond is bouwgrond bijvoorbeeld. Ja. Op het moment dat je daar bos van maakt, moet je het afboeken.
Dus puur, dat is nepgeld natuurlijk. Bomen moet gekocht worden, moet geplant worden. We kunnen heel makkelijk, als ik nou een econoom was en ik zou het economische model omdraaien. En ik zou zeggen, een bos heeft als grondwaarde 500 vierkant euro per vierkante meter. Ja. En bouwgrond kun je nergens meer voor gebruiken, alleen voor het huis wat er staat. Dus dat waarderen we op 2 euro per vierkante meter. Als we het nou gewoon omdraaien, wat denk je dat er zou gebeuren? Ja. Dan zou de gemeente toch als een debiel huizen afbreken en bossen bouwen? Ja. Niet dat we dat willen, maar het is wel puur rekenkundig dat geld daar niet is. Ja, ik vind het. Het zit eigenlijk in de mens om problemen op te willen lossen met wat een deel van het probleem is. Je doet alles op een bepaalde manier en dan ga je kijken van nou, we hebben weer zo'n probleem, dan gaan we het weer zo doen. En er wordt heel slecht gekeken door mensen wat alternatieven zijn. En dat heb je overal. Als je naar de dokter gaat en je zegt ik heb last van diabetes 2. Ik heb eigenlijk nooit last van gehad voor de laatste tijd. Ik voel wat in. En dan gaan ze je meten, heb je diabetes. En dan wordt er gezegd van oké, dat is heel vervelend. U moet minder suiker eten. En ik schrijf u insuline voor. En dan moet u spuiten en dan heeft u er geen last meer van. Ik vind dat heel raar. Ik vind dat gekeken moet worden, hoe komt het dat je het hebt? Wat ga je eraan doen? En daar wordt ook wel meer naar gekeken, van dan ga je erbij sporten en zo. Maar je moet het echt meer bij de oorzaak, helemaal bij de oorzaak aanpakken. Ja. En dat vergeten mensen vaak. Zo is de politiek ook vaak symptoombestrijding. En je gaat dus huizen bouwen omdat er een woningtekort is. Maar niemand denkt eraan van hoe komt het eigenlijk dat er zoveel eenpersoonshuishoudens zijn? Is dat wel gezond? Moeten we dat wel willen? Kunnen we niet de maatschappij zo inrichten dat er wat makkelijker een mantelzorger bij zijn moeder kan gaan wonen zonder dat het hem zijn uitkering kost? Want dat is de meest simpele vorm. Die 5% tekort op de huizenmarkt, die heb je in één klap opgelost. Als je mensen hun uitkering laat behouden wanneer ze samenwonen. En het kost de maatschappij niks extra. Die behoefte is er, denkt u? Die behoefte is er zeker. Ja. Want er zijn mensen die wonen afzonderlijk van elkaar, omdat het geld kost als ze bij elkaar gaan wonen. Dat is te bizar voor woorden. Je moet het een keuze van mensen laten zijn uit hun eigen beweging en niet uit financiële overwegingen. Dat mensen nu niet bij elkaar gaan wonen uit financiële overwegingen, of omdat zoon het huis uit moet, omdat moeder anders gekort wordt op de AOW. Zoon 26 werkt 4 uurtjes per week bij de Albert Heijn en moeder moet geld inleveren. Dat klinkt dat voor het levensgeluk en, het is toch bizar. En ook de efficiëntie niet heel goed. Nee, het is gewoon echt heel slecht. Moet je bijna weer een beetje op het basisinkomen? Of, ja, natuurlijk komt u weer bij het basisinkomen terecht. Ja, dat zou daar meteen weer een oplossing voor zijn. Ik denk ook dat als je het basisinkomen invoert, dat je gelijk van het huizenprobleem af bent. Ja, heb je geen tekort meer. Omdat mensen dan bij elkaar gaan. Mensen gaan bij elkaar. Stel je voor dat je met 6 jonge lui die net afgestudeerd zijn, de een heeft een baan, de ander niet, een huis kunt kopen van 4 ton. En daar kunt gaan wonen. En die 4 jongens die houden hun uitkering en hun basisinkomen. En met elkaar. Dan zitten ze met 12.000 euro met z'n 6 in een huis. Ja. En het kost de maatschappij niks extra. Ja, precies. Ja. Okay. Behalve omdat je een aantal huizen overhoudt. Ja. Het is gewoon echt interessante gedachtegang. Ja. Ik wil toch ook nu even een brugje maken naar de bestuurscrisis waar we in zitten. Dat is natuurlijk weer heel actueel geweest de afgelopen tijd ook. En nog, het is nog niet opgelost. Vorig jaar ook tijdens dit programma met veel u en ook veel van uw collega's, ook een rapport Frissen natuurlijk veel besproken. Die was toen ook heel actueel, maar ook nu zie je eigenlijk weer, ook vanuit gesprekken met de formateurs of de informateurs die geweest zijn, dat eigenlijk iedereen wel weer terugkomt ook op dat rapport op een of andere manier. Ik heb dat bij u zelf ook gezien. En ook eens kijken naar de reacties een beetje na die breuk, zeg maar, die ontstaan is. Dan zijn die toch ook wel heftig. Hè? Verschillende collega's die dingen naar elkaar roepen. Hè? Meneer Koenders zegt van partijen frustreren processen. Meneer Van Laak zegt van het is een wespennest, moet eerst opgelost worden. Meneer Becker zegt de wil om samen te werken ontbreekt. Zo zijn er best wel. Er wordt best over en weer wat stevige dingen gezegd. Ja, ik heb bijna spijt van dat ik net zo trots op was dat mensen daar zitten met een bepaalde intentie. Die vanuit het. Misschien is dat nog steeds intrinsiek wel zo. Ja. Alleen aan de andere kant zie je wel dat deze dingen die dan geroepen worden. Dat lijkt niet op een prettige sfeer in ieder geval. Is het nog wel leuk om daar zo tussen te zitten? Tussen allerlei partijen en mensen die elkaar in ieder geval dat soort dingen toewerpen op dit moment? Ja, ik heb afgelopen jaar vaker dan ooit.
andere raadsleden tijdens debatten, tijdens discussies aangekeken. En daarin zo'n blik van ja, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? Wat is dit nou in godsnaam? Ja. Waar zijn we mee bezig? Ja. Wat bedoelt u dan? Nou ja, gewoon dat de discussies volledig buiten de context geplaatst worden om punten te maken en om elkaar te bejegenen op een onplezierige wijze. Mm-hmm. Ja. Jij bakken noemen ze dat. Of, een keer elkaar een hart te zetten dan. Goed. Een wethouder heeft natuurlijk zijn werk goed te doen. Mm-hmm. En op het moment dat er dan iets... Ja, niet zo loopt zoals we gehoopt hadden. Dat kan ook buiten de wethouder zelf liggen. Of iets vanuit het verleden zijn, wat een erfenis. Of er kunnen tekorten ergens ontstaan. Geef die mensen ook de ruimte om hun werk goed te doen. En om fouten te kunnen maken en te herstellen. Ja. Dat gebeurt er weinig natuurlijk. Er wordt heel snel gehakt op... maar u bent de verantwoordelijke, u moet dit en u moet... Ja. En waarom vertelt u niet hoeveel precies? En we moeten allemaal precies weten hoeveel alles kost weer. Ja. En u zegt eerst dat het 5 ton gaat kosten om bomen te behouden... en dan kost het nog maar 2 ton. Hoe kan dat? Ik zeg, wees blij dat het maar 2 ton kost. En bovendien kost het helemaal geen 2 ton. Het zijn die plannen die veranderd worden, die geld kon. Ja. Dat is ook weer zoiets. Nee, dat is die omkering inderdaad. Ja, dat is die omkering. Een beetje sneller snap te kijken, dat misschien niet. Maar u zegt inderdaad van het behoud van de bomen kost geen geld. Het feit dat we plannen maken daar kost geld. Hè? Ja. Ja, precies. Maar toch, naar dat rapport Frissen wordt dan inderdaad veel verwezen. Van, geeft hiermee ook aan, hè, wat u zegt van ja, die omgangsvormen zijn nog steeds niet altijd goed. Een vraag waar ik het antwoord eigenlijk al wel een beetje op weet, maar dat rapport Frissen, ik heb hem ook nog even zelf meegenomen, maar hoe vaak heeft u als Arnhemmer Politiek, bijvoorbeeld als fractievoorzitter, is bij elkaar gezeten het afgelopen jaar om eens kijken van die adviezen die erin staan, waarvan de meeste partijen u ook volgens mij die wel omarmd hebben, toch? In principe. Waar ik nu eens bij elkaar gezeten om eens te kijken van hoe gaat het daar nu mee? Zijn we daar nog mee op de goede weg? Volgens mij hebben we dat helemaal niet gedaan. Misschien toch aardig om even naar die adviezen wel te kijken. Ik snap dat we met elkaar niet dat niet meer gedaan heeft. Maar er staan wel natuurlijk duidelijk een paar adviezen in. Dus we kunnen kijken van, doen we dat nou goed op dit moment of niet? Of moet dat nog beter? Het gaat om de rol allereerst, wat meneer Frissen zegt, van de gemeenteraad. Hè? Die zou eigenlijk meer zijn rol kunnen pakken. In de raad meer het debat onderling voeren. En minder alleen met het college bezig zijn. Dat is een van de adviezen die erin staat. Ja. Is dat iets wat beter gebeurt op dit moment? Nee. Nee, maar door sommige mensen wel. Ik denk, het is juist echt leuk om te zien ook, dat er mensen zijn die dat echt proberen, die gewoon elkaar proberen aan te spreken. In het begin zag je ook dat de voorzitters daar nog wel moeilijk mee hadden, van ja, maar we waren een beetje gewend om vragen te stellen aan het college en daar dan op te reageren en te interruperen en weet ik veel wat. En dat het heel erg raar voelt nog, want je moet ook altijd via de voorzitter spreken, om met elkaar in discussie te gaan. Ja. Dat is een beetje onwennig. Maar je ziet wel dat mensen dat goed proberen. Heel beleefd ontwijkt u nog partijen en namen inderdaad. Ja, ik ga dat ook hier niet doen hoor. Maar u heeft natuurlijk ook wel, bijvoorbeeld in gesprek met informateurs wel gedaan en die rapporten waren ook openbaar. Ja. U noemt daar wel ook mevrouw Anderweg en meneer Elfrink in, hè, van de D66 en de SP. Sfeermaker in negatieve zin, bijvoorbeeld. Hè? Nou, die zin die is erin blijven staan, want ik heb van tevoren wel gezegd van, weet je, ik kan hier allemaal dingen gaan vertellen, maar ik wil eigenlijk helemaal niet persoonlijk mensen gaan benoemen. Ja. Dus je ontkomt er ongeveer niet aan. Ik vond het in Frissen, vond ik dat ook een beetje gekunsteld, de wijze waarop ontweken werd om een naam te noemen, terwijl iedereen wist over wie het had. Ja. Dus ik denk van, laat ik niet zo doen. Dat ik überhaupt een naam niet noem, dat ik ga zeggen een ex-wethouder van een partij die nu fractievoorzitter is, van een driemansfractie, blablabla. Nee, dat is flauwekul. Nee, precies. Ja. Dus dat zo ervaren veel mensen het en zo ervaar ik het ook. Ja. Ik heb in
Ja, in debatten ook over, daar ging het over de trommels voor de afval ophalen. Of dat 30 of 60 liter moest worden. Ja. Nou, en we hebben drie vergaderingen erover gehad. En het ging alleen maar over dat DIFTA niet zou werken en dat het weg moest. Terwijl we er al lang voor gestemd hebben. En dat gaat gewoon door. En vervolgens gaan we praten over hoe we dat gaan uitvoeren. En dan wordt er alleen maar steeds weer van, ja, maar moeten we niet gaan nascheiden? En moeten we niet het systeem veranderen? Dat draagt niet bij aan dat debat. En aan het eind van het verhaal moeten wij daarover gaan stemmen. En heb je de inhoud waar het over gaat? We hebben het helemaal niet over gehad, over die trommels. Het is toch te bizar voor woorden. Ik vind het echt raar. Ja. En ik heb dat wel benoemd. Ik heb dat een paar keer benoemd, tijdens de vergadering benoemd. Maar, misschien ook een brugje naar een van de andere dingen die in Frisse staan. Daar staat bijvoorbeeld de rol van de burgemeester. Dat die cruciaal is ook, als een van de adviezen. Want wat u nu benoemt, is dat ook niet iets wat je met elkaar als raad, maar ook als met de voorzitter van de raad, wat de burgemeester ook is, of kan ook een andere voorzitter zijn, maar dat ook een beetje moet sturen. Ja. En hoe wordt die rol dan op dit moment ingevuld? Ja, ik zie ook wel dat dat gebeurt en dat de voorzitter dat probeert. Maar ja, goed, ik zie ook mensen die door blijven praten nadat het woord ontnomen is. En nog een keer, en nog een keer. En nog een keer herhalen, terwijl we zeggen, van dat heeft u al gezegd. Ja, maar ik ga over mijn eigen woorden, ik zeg het nog een keer. Een keer. Maar het is buiten de orde, het is niet relevant. Ik zeg het nog een keer, ik zeg het nog een keer. Maar dat kan dan zover gaan dat dat drie vergaderingen lang Ik kan ook elke vergadering hetzelfde zeggen, wat helemaal niks met de vergadering te maken heeft. Ja. En dat kan een voorzitter mij ontraden. Maar een voorzitter kan mij niet verbieden om mijn eigen woorden te kiezen. Ja. Oké. Een ander punt wat ook wel interessant is, zeker ook wel in de discussie rondom het vallen van die coalitie. Een van de adviespunten van Frisse gaat ook over dualisme. Ja. Hanteer wat minder rigide opvatting van dualisme. Staat niet gelijk aan niet communiceren. Zoek naar wisselende meerderheden, niet altijd smalle meerderheden of dichtgetimmerde akkoorden. Dat is min of meer ook wel een van de adviezen die daarin staat. Ja. Terwijl het natuurlijk juist eigenlijk nu ook erover gaat, hè, van dat GroenLinks PvdA zegt van, nou, D66 is wel heel dualistisch bezig. Voelen ze niet echt coalitiepartner, meer oppositiepartij. Worden meerdere mensen ook wel zo gezien. Ik geloof dat u ook wel ongeveer in die bewoording heeft uitgelaten. Je kunt het hebben over tonen hoe ver moet het dan gaan, maar het is natuurlijk juist wel zo dat Frisse dat wel ook een van de vies gegeven heeft. En dat het in de vorige coalitie ook meer was van, ja, jullie zijn wel heel erg op de hand van de coalitie, zeg maar, hè. Ja, dan lijkt misschien om 80 graden te draaien, maar ja, hoe ziet u dat? Is dat het dualisme nou eigenlijk goed of niet? Dat vind ik goed. Ja. Maar, er zit wel een maar, want waarom ik dat benoemd heb, is ook niet omdat zozeer die partijen tegenover elkaar stonden, maar dat wanneer een coalitiepartij tegenover de wethouders, het college, zo opzichtig afvalt, dan vind ik dat een ander verhaal. Ja, maar dualisme wil toch ook zeggen dat je als coalitiepartij ook wel eens een ander standpunt dan het college kan zeker hebben. Ja, zeker. Maar dan moet het over de inhoud gaan. Ja. En niet verder dan dat. Ik vind het te veel op de persoon. Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat, zo voelde ik dat. En als ik dat als oppositiepartij al voelde, dat ik al zoiets heb van, nou, dit college krijgt het wel heel zwaar voor de kiezer, dan is dat wel vreemd. Ja, precies. Ja. En op zich. Ja, goed, dat je het oneens bent onderling, vind ik heel gezond. Ja, ja. Ik ben daar ook een heel groot voorstander van. Ik vind eigenlijk dat het dat ook coalitiepartijen, dat die een coalitieakkoord zo moeten maken dat ze over een bepaalde visie eens zijn. En dat daarbuiten gewoon ieder zijn eigen mening moet kunnen verkondigen. Dat is misschien wel een beetje wat deze coalitie wel beoogd heeft voor mij, toch? Want het was een akkoord op hoofdlijnen, niet al te dicht getimmerd, waarin de vrijheid zou zijn om wisselende standpunten ook in te nemen. Alleen ze hebben het verkeerd omgedaan. Nee, omdat ze het verkeerd omgedaan hebben. Ze hebben het namelijk wel dichtgetimmerd op financieel gebied. En cultureel en inderdaad. Ja. En ze hebben het vrij gehouden inhoudelijk. Ja. En dat is andersom had het gemoeten. Ze hadden dus een visie moeten hebben die ze allemaal omschreven. Dus waar je van kunt zeggen, van deze basis, die hanteren we. En wat je daar als zijthema's
binnen hebt of hoe we in de uitvoering kunnen verschillen van mening. Ja, ja. Dat maakt niet uit, maar als we maar dezelfde kant op gaan. Ja. En dan vervolgens hadden ze het financiële gedeelte voor een deel open moeten laten, zodat er ook ruimte is voor andere voorstellen of andere richtingen. Ja. En ze hebben het andersom gedaan. En dat heeft eigenlijk het coalitieakkoord meteen op slot gezet. Waardoor je nu bij die tekorten eigenlijk helemaal geen kant meer op kunt. Nee, precies. Ja. Je net al even, en dan sluit ik het rapport fris af van het werd er persoonlijk naar de wethouders toe. Maar ik met alles al besproken, maar misschien een van de belangrijkste adviezen ook daarin. Maak politiek minder persoonlijk. Wat Frisse zegt eigenlijk. Hè? Ja. Ik denk dat we kunnen constateren dat Arnhems politiek daar nog niet in geslaagd is. Bent u dat met mij eens? Nee, dat ben ik eens. Ja. Ja. En ik vind het jammer. Ja. Ik vind het jammer. Maar, ik merk dat vaak, ook persoonlijk, zeg maar, dat mensen denken dat als ik een politiek standpunt heb, dat mensen dat ook persoonlijk gaan maken. Mm-hmm. Dus alsof dat iets voor mij is of wat dan ook. Terwijl ik draag standpunten uit. Mm-hmm. Het is niet dat ik daar iets mee bedoel. Dus als ik bij een partij geen... iets niet gun, dan is dat omdat ik het standpunt heb. Ja. En het is niet omdat ik een partij iets niet gun of wat dan ook. Ja. Het moet echt puur op de inhoud zitten. Maar het is toch wel jammer, zou je kunnen zeggen, denk ik. Hè? En ik kan me zeker voorstellen voor een burger die misschien iets verder vanaf staat van die politiek. Niet iedereen is elke dag met gemeentepolitiek bezig natuurlijk. En die alleen maar zo nu en dan wat meekrijgt van... Ja, dat toch een beetje wordt van als een clubje wat inderdaad, en dat geven we ook met elkaar toe, veel met elkaar bezig is toch, veel op de persoon speelt. En zelfs op dit moment niet meer verder kan besturen, omdat het de relatie eigenlijk niet goed zit. Hè. Daar komt het toch wel een beetje op neer. Dat is toch wel een beetje een treurig beeld van de Arnhemse politiek. Vindt u niet hoe dat Ja, dat vind ik. Ja. Wat zouden we dan kunnen doen? Ja, het ligt eigenlijk... In basis ligt het natuurlijk bij de kiezer. Mm-hmm. De kiezer is verantwoordelijk voor degene die in de raad zitten. Mm-hmm. En zolang er mensen zijn die keuzes maken op bepaalde mensen of bepaalde partijen te stemmen, dan is dat gewoon zoals het is. Dus daar doe je niks aan. Ja. Ja, enerzijds is dat natuurlijk zo. Ja, uiteindelijk partijen bepalen natuurlijk wel hun lijsten. Daar kun je dan niet op gaan stemmen. Misschien wordt het zelfs wel gevaarlijk. Ja. Hè? Ja. Kijk, we hebben toen de tijd hebben Trump gehad die gekozen werd. Allemaal mensen helemaal verbaasd. Wat gebeurt er nu? Mm. Hoe kun je nou stemmen op die man? En dan hoor je in de jaren van wat voor persoonlijkheid dat is. Mm. En zo heb je wel meer persoonlijkheden in andere landen ook. Mm. Waar je van denkt van nou... Dat is echt mijn vriend niet hoor. Dat zal niemands vriend zijn misschien wel. Maar er wordt wel op die mensen gestemd. Ja. Ja. Zeker. Ja, dus uiteindelijk is dat zo. En dan denk ik, we moeten dat ook niet krijgen. Je krijgt de bestuurders die het verdient. Hè? Dat zou je misschien kunnen stellen. Maar goed, de kiezer is over 3 jaar weer aan zetten. Dus dat wisten nu nog even. Ja, die kan nu nog even niet bijsturen. Deze club zal nu even met elkaar moeten doen. Ja. En ik hoop toch dat we die 3 jaar niet uit gaan zitten met elkaar, laat ik zo zeggen toch? Dus wat zou de politiek er nu toch nog met elkaar aan kunnen doen? Want deze mensen zitten er nu. Die moeten met elkaar verder, lijkt me. Laten we eerst even het proces van de, formatie, van nieuwe formatie, ik noemde ze de padvinders, maar het is natuurlijk de verkenners. Kenners, ja. Laten we dat proces eerst eens even afwachten. Het ligt nu stil, een beetje ook vanwege het reces, maar ook vanwege de ingewikkelde situatie. Nou ja, inderdaad, die verkenners zijn natuurlijk een aantal weken aan de gang geweest en komen dan uiteindelijk met de conclusie van, lastig te ontwarren knoop formuleerde ze het volgens mij. Hè. Maar in ieder geval, de situatie is toch wel zo complex dat we eigenlijk geen samenwerkingsmogelijkheden op dit moment zien die meteen heel kansrijk zijn. Dus verhoudingen zijn toch wel zo dat eigenlijk niemand echt in meerderheid goed met elkaar samen kan. Nee, ik raad ze aan om goed te kijken naar de mogelijkheden die out of the box zijn. En dat is de regenboogcoalitie? Ja, ik vind dat we als Arnhem West het lef mogen hebben om daar als eerste stad van Nederland... Ja. Maar dat is gewoon een voorstel, hè? Kun je even kort uitleggen wat dat inhoudt? Dat betekent een dusdanig brede coalitie dat je bij elk onderwerp een meerderheid binnen de raad nodig hebt die op basis van eerlijke steun, zeg maar. Dus niet dat je met elkaar afspreekt dat je een bepaalde richting gaat steunen, maar dat je
per onderwerp hoopt een meerderheid te krijgen. En wat daarvoor belangrijk is, is dat je met z'n allen komt. Met z'n allen komt, en dat kan natuurlijk, want je kunt zelfs alle partijen in Arnhem kunnen samen voor een coalitieakkoord kiezen, waarbij er een visie ligt die duidelijk is. Dus dan ga je niet al die kwartjes omkeren en geld invullen en zo. Heel veel van die budgetten die liggen gewoon al vanuit jaren hiervoor, liggen ze er al min of meer. Dus daar kun je altijd in schuiven en dat moet ook. Dat zie je nu ook weer als er tekorten optreden. Maar laten we gewoon met onze neuzen dezelfde kant op zetten. En dan per voorstel afwachten of, het, of de meerderheid van de raad... Juist die wisselende meerderheden. Wisselende meerderheden. Wel heel dualistisch zou dat ook worden. Dat zou 100% dualistisch worden natuurlijk. Ja. Oké. Maar zou die kant op kunnen gaan, denkt u? Ja, de fundamenten zijn al bezig, maar voelt u dat dat een realistisch idee zou zijn? Of? Nou, je moet je ook afvragen wat gevaar is. Ja. Hoe kan zoiets klappen? Hoe kan zoiets misgaan? Dat je bepaalde besluiten niet neemt. Omdat dat je steeds maar geen meerderheden vindt. Dat iedereen kan aan zijn eigen dingen vasthoudt. Ja. Misschien wel. Ja. Dat je niet echt afspraken maakt. Ja, maar dat... Kijk, ik zeg al, heel veel zaken... Kijk, nu ligt het stadsbestuur natuurlijk ook niet helemaal op zijn gat. Dat gaat gewoon door. Ja. Over de belangrijke zaken moet je het natuurlijk wel eens zijn. Ja. Maar goed, als je kijkt naar een begroting en je ziet hoe daar over het algemeen op gestemd wordt, dan zie je ook niet dat 90% van de raad moeite heeft met de begroting. Nee. De meeste stemmen er wel in met een amendement of een motie. En dan daarmee kom je er wel. Ja. Dus daar zit ook in die financiële verdelingen, daar zit het hele grote probleem niet eens. Vorig jaar toen we elkaar spraken, gaf u ook aan van, ik heb nog wat dingen te leren, want dat vroeg ik u. U zei van, ik heb nog wat te leren om soms wat beter duidelijk te maken wat ik bedoel en hoe belangrijk het is om te kiezen voor de toekomst. Dat is een van de dingen die u zei. Heeft u dat beter kunnen doen het afgelopen jaar? Ja, dat moet je eigenlijk aan anderen vragen. Nee, het blijft lastig. Ik probeer nu met voorbeelden dingen duidelijk te maken om het te visualiseren. Misschien werkt dat ook niet voor iedereen die denkt van, waar heeft hij het nou over? Ik kan me dat voorstellen dat dat zo is. Maar ik probeer wel met beelden, probeer ik zo duidelijk mogelijk te maken wat ik bedoel. Gewoon door elke keer proberen een voorbeeld erbij te houden en niet stappen vooruit te maken die niet te volgen zijn. Voor jezelf is er daar wel een stap in gezet in die doelstellingen die u toen... Ik doe dat bewust, dat ik die voorbeelden erbij haal. Ja, dat is ook belangrijk, denk ik, toch? Om dat voor mensen te verhelderen. Dat, ook gaf u daarbij aan, er zit meer in de samenwerking ook van... in het verleden heb ik soms wel eens wat te weinig vooraf met andere partijen overlegd. Ik gaf eigenlijk aan dat u daar meer overleg in wilde, meer samenwerking wilde zoeken, denk ik. Heeft u dat meer gedaan dit jaar? Ja, op bepaalde thema's wel. Ja. Dus ook met de wethouder, ook met andere partijen gesproken. Zoiets als die waar we het dan over hebben gehad, het dierenwelzijnsbeleid. Ik zou niet willen dat er nu dat wij met een motie komen en dat die vervolgens weggestemd wordt. Omdat we in de voorbereiding te weinig contact met anderen hebben gezocht. Dus, misschien dat net iets zo aan kan passen dat iemand er wel mee kan leven. Dat heeft u meer gedaan. Dat heb ik iets meer gedaan. We hebben dat iets meer gedaan. Ja, en soms tweeën natuurlijk dit jaar. Ja. Oké, okay. Daar ook meer resultaten bereikt voor uw gevoel? De thema's waren er niet helemaal naar, zeg maar. Dus we hebben niet heel veel extra moties ingebracht. We hebben op het gebied van duurzaamheid en energie hebben we natuurlijk wel een aantal dingen extra gedaan die we voorheen niet deden. Mieke Heggen is daar zeg maar heel veel mee bezig met die vraagstukken. Laatste voorbeeld van de biomassa centrale. Ja. Ja, dat is een pijnlijk voorbeeld van waar het niet lukt. Ja, inderdaad. Want kunnen we ook net even aanstippen. Dat is natuurlijk ook wel actueel, die biomassa-centrale. Die lijkt het te komen inderdaad, einde van het jaar. U bent daar duidelijk een tegenstander van. Ja, het is natuurlijk echt eigenlijk... Het is te gek voor woorden. Ja.
Ik weet niet hoe ik dit kan zeggen zonder andere mensen te beledigen, maar het is echt stompzinnig. Okay. Biomassa verbranden. Nou, omdat het op korte termijn levert het iets op, omdat op papier gezegd wordt dat het duurzaam is op langere termijn, omdat de bossen zich aanvullen. Maar op korte termijn is het... Ja, dat is het idee, van je kapt een boom, die neemt CO2 op en die verbrandt je, die komt weer, maar het is een kringloop. Het is een kringloop, maar die kringloop die werkt over 400.000 jaar en niet over een periode van de eerste 80 jaar, want die bomen die nu verbrand worden, die zijn groot. Dat zijn eigenlijk steeds meer mensen ook wel mee eens met dat en je krijgt kleine bomen terug. Bovendien is het vervuil. Dus het is, je kunt beter steenkolen verbranden dan, dan hout. Komt nog eens bij dat omdat het gesubsidieerd is en er gaat ontzettend veel geld naartoe, er miljarden gaan daar naartoe, dus dan kost ons burgers ook allemaal nog geld. Omdat het subsidie oplevert, wordt er zoveel gestopt in Nederland in biomassa centrales en in de ontwikkeling van biomassa energie, dat we op dit moment meer biomassa verstoken dan we überhaupt kunnen produceren in Nederland, al zouden we heel Nederland volzetten met bos, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dat is gewoon niet te doen. Dus we zijn afhankelijk van de import en dan kunnen we hier in Arnhem alleen lokale hout gebruiken, maar dat lokale hout, dat zou anders in een andere biomassa-centrale gebruikt zijn, wereldwijd zijn die nu vervolgens moeten gaan importeren uit Amerika, Canada of weet ik veel wat. Dus het, wereldwijd is de productie van biomassa een probleem. Nog afgezien van het vervoer van die biomassa. En wat nog veel erger is dat er dus oerbossen worden platgebrand om daar houtplantages op te creëren. En dan geloof ik ook zelf wel dat hè, want je merkt in kentering ook bij wetenschappers zo, in hoe daar naar biomassa gekeken wordt. En dat steeds meer mensen dan onderschrijven van, hè, dat het niet zo milieuvriendelijk is als we al dachten. Voor mij zelfs aan de politiek ook wel, heb ik het gevoel. En ik heb meer het gevoel bij tegenstanders zit van, ja, we hebben toen, een paar jaar geleden hebben we al die vergunning afgegeven. We zijn nu al zo ver en het is een beetje moeilijk vinden om dat nu op dit moment nog terug te draaien. Ja, het is daar moeilijk, daar zit het meer in. Ja, en dat gaat voor mij zegt iedereen wel van, ja, als er nu een nieuwe aanvraag komt, zouden we het denk ik niet doen. Ja, maar, en dan gaan mensen toch weer kijken, een bedrijf in Arnhem met subsidie landelijk krijgt hoe heet dat, de mogelijkheid om hier iets te doen, waar weer werkgelegenheid voor de Arnhemmers. Dan wordt het toch weer bij Arnhem, het levert Arnhem iets op. Ja, ik vind het heel, heel kortzichtig. Ja. Dit is een wereldwijd iets, een wereldwijd probleem. Het is niet iets wat je, waar je van moet kijken van waar komt de subsidie vandaan, wie betaalt het nou eigenlijk, maakt me geen bal uit. Nee. Of dat ding in Arnhem staat, of hier mensen aan het werk zijn, of daar mensen aan het werk zijn. Nee, maar het zit dan meer in het argument van, nee, je moet een betrouwbare overheid zijn, die vergunningen zijn verleend. En, het bedrijf moet ook weten waar ze aan toe zijn of zo. Maar je moet dan ook kun je kijken dat nu niet meer op het laatste moment in één keer nog terugtrekken. Dat is een beetje argumenten van de partijen die zeggen van nee, we moeten toch maar door laten gaan. Maar als er vervolgens de rechtbank bepaalt dat die vergunningen ten onrechte zijn afgegeven, dan moet je dan zeggen van toch niet. En, ook al is het op het laatste moment misschien, maar zou dat toch in moeten. Ja, en ik heb ook niet echt zo'n medelijden met zo'n bedrijf, zo'n miljardenbedrijf dat hout opstookt met de inkomsten uit subsidies. Ja. Het is een bedrijf, maakt miljoenen, miljarden. Het is een miljardenbedrijf, maakt miljoenen winst. Ja, En dan gaan wij daar nog even miljoenen subsidie tegenaan gooien om te zorgen dat ze hier onze bomen kunnen verbranden. Ik vind het echt. Helder. Ik heb nog een paar vragen staan van collega's. Ja, leuk. Ik heb er ook een van uzelf. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd, want de vraag die u voor uw collega's poneerde was, hoe ziet het vervoer eruit in de toekomst? Bijvoorbeeld over 50 jaar. Ja. Ik heb me ook al aan collega's gesteld, maar ik dacht van u zal er zelf misschien ook een beeld bij hebben. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe u daar zelf naar kijkt. Ja. Ja, ik heb die vraag gesteld omdat ik het leuk vind als mensen naar voren kijken. Dus als je nu speculeren. Maar, ook als je nu wegen gaat aanleggen. Denk eraan van hoe gaat het over 50 jaar, hoe gaat het vervoer over 50 jaar uitzien? Mm-hmm. We zitten nu met files. Dat komt gewoon omdat we heel dom gebruik maken van ons vervoer. Mm-hmm. We rijden met 1-persoonsmensen in 5-persoonsauto's. Mm-hmm. Met een afstand van 80 meter van elkaar, omdat het hartstikke gevaarlijk is om minder afstand te houden. Mm-hmm. Vervolgens wordt er slecht ingevoegd, er wordt dom geremd, al dat soort dingen. Mm-hmm. Met een
Japanse trein zou zoiets nooit gebeuren. Mm-hmm. Daar gaan veel meer mensen in en die rijdt gewoon van naar de bestemming. En die kan zichzelf ook nog opsplitsen ergens en de andere kant op gaan. Het elektrisch vervoer en het elektronisch gestuurde vervoer is natuurlijk iets wat, wat nog in de kinderschoenen staat eigenlijk. Daar zit die medeontwikkeling in, meer elektrisch, zelfsturend. Ja. En minder files daardoor? Zeker minder files, want de meeste files ontstaan niet omdat er te veel mensen op de weg zijn of te veel auto's. De meeste files ontstaan omdat mensen gewoon niet kunnen rijden. Misschien mag ik het niet zo zeggen. Dat mag alles. Het zijn natuurlijk vaak menselijke fouten waardoor files ontstaan. Te laat remmen of te weinig afstand houden. Slecht invoegen. Sarah Dobbe van de SP. Was het toch niet verstandiger geweest met de kennis van nu? En de waarschuwing van de SP zegt ze erbij om eigenlijk het sociaal noodfonds in stand te houden. En moeten we het niet alsnog maar doen? Hadden we dan niet nu de paniekerige penarie kunnen vermijden waar we in zitten? Hoe kijkt u daar tegenaan? Over noodfondsen in het algemeen ben ik het helemaal met haar eens. Okay. Ik zou ook het liefst begrotingen hebben en de financiën van de stad zo hebben dat er niet een tekort is, hè, zoals de provincie heeft. Die hebben gewoon geld ergens en die maken daar gebruik van. En die begroting die kan aan de ene kant kunnen ze natuurlijk het ene jaar wat meer uitgeven, aan de andere kant kunnen ze wat minder uitgeven. Ze kunnen ook overbegroten, dat kan heel makkelijk, want vaak met subsidies is het vat voller dan waar achteraf gebruik van gemaakt gaat worden. Ja. Dus we moeten eigenlijk gewoon naar een systeem toe waarbij een stad geen schulden heeft, maar gewoon die buffer vanuit zichzelf heeft. Ja, precies. Ja. Dus het idee van een noodfonds, maar dat is lange termijn het denken. Ja, dat had vorig college net een sociaal noodfonds voor de zorg. Specifieke... Als je een keer eroverheen gaat, dat je dan daaruit aan kan Het probleem vullen. Heb je, je moet het doen. Dus er is geen mogelijkheid om dat geld niet uit te geven. Dus eigenlijk moet je gewoon reserveren. Ja. Dat bedoelt ze. Dus of eigenlijk moet daar iets van... Maar dat je een buffer hebt dat je niet meteen... In de begroting, heb je het dan over een buffer. Ik bedoel, van dat geld hebben we überhaupt niet. Nee. Dus je kunt wel zeggen van op papier maken we een buffer. Nou ja, we hebben schulden, dus in principe hebben we helemaal geen geld. Ja, dat bedoel ik. Dat is ook iets. Maar dat je een begroting rekening mee houdt. Maar dat zou wel verstandig zijn, vindt u? Eigenlijk is het raar dat niet... Dat die dingen, die verplichte uitgaven die je toch hebt... Dat je daar op een of andere manier door in de problemen zou kunnen komen. Ja. Dat moet gewoon... Moet toch gebeuren. Moet gebeuren, ja. Oké. Okay. Meneer Verheij van de PVV, die komt nog even terug op het goudvisverhaal in de Jansbeek. Die moest toen verwijderd worden, want het zou de invasieve exoten bedreigen. Zijn invasieve exoten die de inheemse soorten bedreigden, hè? Zo zat het. Nou, hij zegt van er zijn meer van dat soort invasieve soorten in Arnhem, zoals de nijlgans. Ja. Zijn vraag is, vindt u dat dat soort dieren bestreden zouden moeten worden en waarom wel of niet? Niet, in eerste instantie. Nee. Uitzet is natuurlijk iets anders. Ja. Je moet ze nooit uitzetten. Dat is verboden en daar heb ik ook een punt van gemaakt. Van mensen moeten dat niet doen. Nee. En niet zozeer omdat het nu die goudvissen daar zijn of wat dan ook. Maar mensen moeten het in het algemeen niet doen. We hebben ook verhalen gehoord van schildpadjes die uitgezet zijn. Ik weet niet of je die verhalen gehoord hebt. Dat zijn dingen die komen bij mij dan op. Ja. Ja. In de droogte zie je dat er plekken zijn waar ineens die schildpadjes naar voren komen. Dat iedereen denkt, hoe kan dat die daar zitten? Mensen daar gewoon uitgezet. Mm-hmm. Of een keer een terrarium leeg gegooid of zo. Ik vind het schandalig. Mm-hmm. Dus dat moeten we nooit doen. Aan de andere kant vind ik dat net zo goed als mensen niet gebonden zijn aan een bepaald gebied. En dat je kunt zeggen tegen mensen van jij hoort hier niet, want je bent hier niet geboren. Vind ik dat je met dieren dat je dat ook niet kunt doen. Nee. Dus die nijlganzen die zijn natuurlijk exoten omdat ooit iemand ze hier naartoe gebracht heeft. Maar voor alle dieren waarvoor geldt dat ze hier zelfstandig naartoe komen, geldt dat het geen exoten zijn. En voor de dieren die hier nu zitten, vind ik dat je ze niet moet, in ieder geval niet moet bestrijden. De dieren zelf. Ja. Wat je wel kunt doen is proberen te voorkomen dat het er heel veel meer worden. Ja, dus het verschil is er alleen even in, gaat niet beïnvloeden, gaat ze niet uitzetten, ze niet zelf deze kant op komen. Nee, precies, helder.
Vorig jaar vroeg ik u om een cijfer te geven voor uw partij. Weet u nog wat dat was? Ik zou geen... Heb ik mezelf een 7 gegeven? Ja, het was een 7, ja, vorig jaar. Ik ben wat laf. Misschien. Ik weet het niet. Of bescheiden. Ja. U gaf de doelstellingen bij aan. U gezegd natuurlijk ook wel van... Dat is voor een deel wel gelukt. Voor dit jaar heeft uw partij een hoger cijfer verdiend? Ik geef mezelf nooit zulke hoge cijfers. Maar ik vind onze partij met toenemende mate belangrijk. Ja. Ook naarmate die groter wordt, maar ook omdat je nou ook ziet dat al die thema's die wij ooit benoemd hebben en die we benoemden. In het begin denk je van ja, we weten dat het zo zou moeten, maar heb toch twijfels over of het die kant op gaat. Maar eigenlijk heb ik het idee dat als je leest wat er in ons verkiezingsprogramma staat, dat de partij niet omschrijft, maar dat het de maatschappij omschrijft die we tegemoet gaan. In het juiste, als alles goed gaat. Dus het is dit jaar hoger dan een 7 geweest? Ja, dat denk ik wel. En waar komen we dan op uit? Ik geef een 7,5. 7,5, oké. Nou, er zit nog ruimte tot verbetering dan. Altijd. Hoe gaat u dat doen dit jaar? Wat zijn de meest belangrijke doelstellingen voor u? Nou, waar we al in ieder geval mee begonnen zijn, is om delen van de dingen die we gedaan hebben, om daar een stukje van op onze eigen website te zetten. Dus dat we het ook via de website uitdragen wat we doen. Dat hebben we de afgelopen jaren niet gedaan. Dus wat meer exposure, zeg maar. Dat hebben we slecht gedaan en daar gaan we dus nu wel wat beter mee aan de slag.